In het Volkspark werd gisteravond de Armeense genocide van 1915 herdacht. De herdenking werd gelivestreamd en we hebben er een korte compilatie van gemaakt. Waarom staat hier? Wat doet het ertoe? Of de moord van onschuldige mensen meer dan 100 jaar geleden wel of niet genocide wordt genoemd? Of wordt erkend? Om die vraag te beantwoorden, moet ik mezelf een spiegel voeren. Hoe zou ik reageren als het bestaan van de Holocaust ontkend wordt of gereduceerd tot iets kleinschaligs? Ik zou het onacceptabel vinden. Ik zou het ervaren als een pijnlijke en een flagrante belediging naar hen die toen vermoord werden. En naar het nabestaande van nu. Erkenning is zeer belangrijk. Omdat erkenning enigszins de pijn van de gapende, open, traumatische wond verlicht. Onze jeugd moet weten wat er gebeurd is. Om te voorkomen dat het weer kan geschieden. De ontelbare misstanden tegen de mensheid vinden helaas vandaag de dag nog steeds plaats. Niet omdat volken niet met elkaar kunnen samenleven, maar enkel omdat er een verdeel- en heerspolitiek wordt gevoerd. We hebben als vredelievende mensen en krachten het verbindende woord lijden te maken. We kunnen oude wonden enkel helen door elkaar te spreken en elkaars pijn te begrijpen. Vandaag herdenken we de genocide, grote catastrofe van de jaren 1914-1915. De geschiedkundige werkelijkheid is op menselijk niveau bijna onvatbaar. De Holocaust in de jaren 40-45 is door vele boeken en veel materiaal tot op de dag van vandaag nog steeds actueel. Maar de grote catastrofes tijdens en voor de Eerste Wereldoorlog zijn feitelijk onderbelicht. We hebben als vrienden het woord van vrede hoog te houden. Met respect en empathie voor de miljoenen slachtoffers van genocides in het verleden en heden. Als we het verleden openlijk en met respect bespreken, kunnen we nieuwe catastrofes voorkomen. Dit vereist openhartigheid en de wil om elkaars vrienden te benaderen. Om elkaar als vrienden te benaderen. Dit is zeker haalbaar. We hebben elkaar nodig in heden en toekomst.